Een boodschap voor de zorgsector. Ik heb enorm veel respect voor deze mensen. Dat is graag een van de eerste dingen die ik wil zeggen. Ik heb zelf vroeger ooit in de bejaardenzorg gezeten. Dus ik kan wel een beetje inbeelden hoe zwaar dat zij het hebben. En nu eens zo meer. En ik vind het spijtig dat ze na al die jaren nog steeds niet de waardering krijgen die ze eigenlijk verdienen. Want nu met de corona zeker, waar zouden we zonder hen gestaan hebben? De problemen situeren zich al jaren en we blijven ervoor vechten voor de waardering en de respect die ze verdienen. Maar het blijft maar steeds uit. De zorgsector is een van de meest zwaarste, ongewaardeerde jobs die er bestaan. Dus dank jullie allemaal, iedereen die in de zorgsector staat, dat jullie er elke dag opnieuw staan, dat jullie elke dag jullie opnieuw inzetten. En ik hoop dat er eindelijk snel waardering en respect voor jullie komt.